Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Voor veel gevallen bestaat er geen behandeling. Dan gaan we eens een mooi familieportret maken. Ik til je op, lievertje. Wij zijn de ouders van Carmen en Dauphine. Carmen heeft een metabole ziekte, waardoor zij niks ziet, slecht hoort, volledig afhankelijk is van zondevoeding, niet zelf kan lopen, niet praat, niet kruipt, maar wel een geweldig lief meisje is en ze is vrolijk en ze is blij en we houden heel veel van haar. Omdat Carmen een levensverwachting van 2 had, had ik het idee, ik ga gewoon 2 jaar lang op de bank zitten en ik ga 2 jaar lang knuffelen met haar. En we leven van dag tot dag, maar de toekomst van Carmen is helaas heel erg somber. Het is onacceptabel dat er zoveel kindjes doodgaan aan een ziekte waarvan ze geen idee hebben wat het doet en hoe het komt. En daarom is het zo belangrijk dat er een stichting is als MetaKids die zich inzet voor geld, voor het onderzoek.